De Federatie voor Afrikaans Rendement heeft vandaag op een feestelijke manier de afschaffing van de slavernij herdacht. De herdenking vond plaats op het Kwakkoplein middels een kranslegging en toespraken van verschillende vooraanstaande Surinamers. Daarnaast waren er ook optredens van culturele groepen en individuen. Ewan Wijngaarde, voorzitter van de federatie, zei dat de Afro-Surinaamse gemeenschap zich serieuzer moet opstellen. Volgens hem zal dat bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van deze groep. Alle kansen die je aan Libië, die moet benutten. Maar op het moment dat je komt, vind je de man de voer. Alle die aan de zondag, dat is ook een dagje, ik heb wel ziek tegen. Ik heb wel tegen zijn vierboom. Maar alle zanden zijn verdiend. De vermoorden, potten aan zee, ik vaak. Misschien alle de dagje, dus maar bij Chibri de money. De bepotten money en ook de bebaai, ook de bebaai jari. Want in de sabi, wat een mara der. Dus gebruik, atensa je krachtig, atensa mazagarogi, kologu, gebruik alle kologu, noem ik noan kologu, psa zomaar, gebruiken en je zorg dat je dit gebruik voor saai verdien, om dit gebruik van boefaciteit, zodat die niet te takroeten kan en dan een probleem. Ambassadeur Henk Herrenberg is erg onder de indruk van de prestaties van de Federatie voor Afrikaans Rendement. Het feit dat deze organisatie zich sterk maakt voor kennisoverdracht en bewustwording van Afro-Surinamers is volgens Herrenberg een heel belangrijke ontwikkeling. Ik heb geleerd dat als je dit ziet, aan een die afwacht is een geestelijke verrijking. Ik heb geleerd de Afrikaanse namen. In begin look for you come up bewust geestel. Dat is Chino, dat is ik gewoon. Dat die al doet dat. Dat begin leren Afrikaanse namen. In look op economie zie. Want in doe economie toe. Lek maar liefde. En nu mijn merk, laatste woord. Dat heb ik Japan wetenschap. In dat een chafrouw naast loopt bij Ellen. Nou, omdat dat vieren dat Morosan denkt in een historia die ons zat. En dat raakt dat in. Tenzij dat hij kon leren. Henk Herrenberg vandaag op het Kwakkoplein. De Federatie voor Afrikaans Rendement heeft in het kader van 154 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname kransen gelegd bij het Kwakko-monument. Deze activiteit is dit jaar voor de 27e keer georganiseerd.